Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 24 november. Er zijn vandaag zonnige perioden, maar in het zuidoosten van het land is nog veel bewolking aanwezig en daar kan ook nog een spatje regen vallen. In de loop van de dag breiden de opklaringen zich wel uit richting het zuiden. Vanochtend is het zo'n 5 tot 8 graden bij een matige Noordoostenwind en vanmiddag loopt de temperatuur verder op naar zo'n 7 tot 11 graden. Zoals gezegd, dan breiden ook de opklaringen zich uit. Vanavond en vannacht ook brede opklaringen. De temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 7 graden. Landinwaarts kan het mogelijk tot vorst aan de grond komen. Wel blijft er een matige noordoostenwind staan. En morgenochtend zijn er zonnige perioden. Alleen in het noorden van het land is er kans op mist en laaghangende bewolking... die vanuit Duitsland het land komt binnendrijven. Daar kan het weerbeeld dus echt wat tegenvallen. Het blijft wel overal droog en ook de noordoostenwind die blijft gewoon doorstaan. Zaterdag is er vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag breekt vooral in het zuiden ook de zon door. Het is fris, met hooguit 5 graden. En zondag kan het 9 graden worden. In de ochtend valt er dan wel hier en daar wat lichte regen of motregen. Begin volgende week wordt het een stuk kouder, met ook in de nachten dan vorst. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.